Ik ben hier met Clayton. Hoi. En we zijn weer backstage bij Fashion Week en hij gaat een hele mooie look maken. Ja, zeker. Ik ga nu de look van Dennis Dean maken. Nou, die heeft een ontzettend mooie collectie en er hoort natuurlijk een hele mooie make-up bij. Dus die ga ik voor jullie maken. Dit is de look bij model. Heel mooi. Mooie lippen, mooie huid, mooie glittertjes. De look die we gaan maken is dus die van Dennis Dean. Wat heel belangrijk daarbij is, is dat we een hele mooie basis krijgen. Dat doen we met Fit Me, dat is mijn favoriete foundation lijn. En die breng ik aan op de hele gezicht. Wat er gebeurt als je hem zo erin voelt, dan blijft hij niet op de huid liggen, maar dan trekt hij dus sneller in. En het gaat niet in lijnen zitten. En dat is wat een foundation heel mooi maakt. Dus eigenlijk smeren en dan weer tikken met je vinger. Ja, precies. Ja. Ik breng hem met de kwast aan en dan klop ik hem een mooie huid in. De volgende stap is de concealer. Dan breng ik ze een heel klein beetje onder je ogen aan. Trek ik hem een heel klein beetje door, zodat je een beetje een highlight krijgt. Tot naast de neus. Vanaf het oog, iets naar beneden tot naast de neus. Dan krijg je een soort driehoek. Dan klop ik dan weer heel mooi. Je brengt hem niet eerst direct op de huid aan. Je doet hem eerst op je hand. Ja. Door hem eerst op je hand te doen, wordt hij een beetje warm. En dan smeert hij gewoon lekker. Gebruik hem boven je wenkbrauw ook een beetje om te highlighten. Heel subtiel. En wat kleine plekjes werken. Wat is eigenlijk de belangrijkste plek om foundation aan te brengen? Als je het niet overal op wilt doen. De belangrijkste plek is onder je ogen. Ja. Sowieso als je daar veel kleurverschil hebt. Mm-hmm. Ja, en als je heel veel oneffenheden hebt. Kijk, sommige mensen hebben een hele rode wang. Weet je dat dit allemaal rood is? Dan raad ik aan om hem hieronder aan te brengen, want deze blush mag je best houden. Dus het is eigenlijk dit gedeelte en de buitenkant, zeg maar. Okay. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste om foundation aan te brengen, want dat is het stuk wat het meeste opvalt. Ik neem een poeder waar geen roze in zit, omdat je dan al het rode, zeg maar, in je huid heel erg accentueert. Okay. Dat willen we nu niet. Dus als je heel erg rode wangen hebt, liever iets geler. Ja, liever niet gelere poeder nemen, dat heeft het wel ook. Even naar boven kijken. Nou, ik vind het wel mooi als het hier en daar glanst. Weet je, dat hij niet helemaal mat is. Dat is zo mooi ingehaald. Ja, toch? Echt heel mooi. En we gaan even een paar vragen stellen. Clayton, je bent nu alle modellen aan het opnemen, maar ik wil toch eventjes weten. En als blush gebruiken we gewoon een hele mooie, zachte paarstint. Het is eigenlijk een oogschaduw, maar ik gebruik gewoon alles wat ik wil. Je mag even lachen. Ja. Ik wil dat doosje alleen om ons blush te gebruiken. Dit is zo mooi. Wat fijn is van een oogschaduw is dat er een hele mooie glans in zit. Want hij is eigenlijk bedoeld voor je ogen. Als je dus op een blush gebruikt, krijg je gelijk een hele mooie huid. Ja. Onthouden. Dan wil je een heel klein beetje shapen. Een klein beetje. Dan doe ik onder je blush. Wat gebruik jij? Nu gebruik ik een poeder. Gewoon een poeder die ik op een donkere huid zou gebruiken. Ook een Fit Me poeder. Die gebruik ik nu een heel klein beetje om te shapen. Het is wel heel subtiel. Het is wel belangrijk dat je hem daarna wel doorblendt in je blush. Het is de bedoeling dat het een schaduw is die onder je blush zit. Oh, je blendt hem zo, dus je doet zeg maar shape, blush, ja, highlight. Het is shape, blush en dan daar bovenop je highlight. Want wat je dan krijgt is deze vorm, zeg maar. Ja. Daarmee accentueer je je. Ja. Aan de kant zien? Ik dacht altijd dat je gewoon streep, streep, los van elkaar. Nee, nee. Nee, je mag het lekker blenden in elkaar. Ik gebruik color tattoo en dan gebruik ik de witste kleur die er is op je ogen. Sluit maar. Niks eronder? Nee, helemaal geen primer, geen basis, helemaal niks. Gewoon echt op het kale oog, zeg maar. En dan voornamelijk op je bewegend ooglid. Dat is dit gedeelte.
En daar zit het ook nog een keer aan, zeker in het midden. Zodat je binnen die kleur nog een highlight krijgt. Andere ogen doen we ook. Dat hebben we bij de look van Dennis Dean niet gedaan, die mascara. Nee, ik zag blonde wimpers ja, bij mij. Zelfs ja. witte wimpers. Gewoon met een beetje foundation op een wenkbrauwborsteltje. Dat wil je wimpers aan. Okay. Maar ik neem het voor jou wel leuk. Nee, doe maar iets mascara. Meer over, toch? Kijk maar naar beneden. Nou, ik gebruik de one by one, omdat ik wil dat die wimpers heel mooi gedefinieerd zijn. Ga je vaak met een kwastje erin. Dat doe ik nou dus echt nooit. Nee? Is dat beter? Ja, veel beter. Pak je elke keer een nieuw beetje misschien? Okay. Ja. Ja. Eigenlijk moet je dat zo vaak mogelijk doen. Droogt hij dan niet uit? Nee. Als je dat zo vaak doet, dan is hij ook eerder op. Ja. Ben je een beetje spinnenpoten aan het maken wat trendy is? Nee. Het is hip, hè? Ik pak de gel liner. Mm-hmm. En wat ik daarmee ga doen is de onderkant van je bovenlip. Van je bovenooglid. Dus kijk maar naar beneden, de rest doe ik. Oh ja. Kijk, wat je dan krijgt is dat je net iets meer dekt. Ja. Laat het gewoon lang zitten. Ja, maar dat het een eyeliner is, als je het met potlood oplegt, is het niet zo lang zitten. Door de traanvocht verdwijnt het dan weer. Ja. Maar doordat het eyeliner is, blijft het wel gewoon echt heel erg bij. Zie je, het is net even. Ja. En dan je lippen. Dat mag natuurlijk wel mooie kleur bij. Bij Dennis Diem hebben we deze kleur gebruikt. Heel fel rood. Mm-hmm. Maar omdat je lekker een paars gekleed bent, ga ik nu voor een paars. En die breng ik het liefst aan met een kwastje, want dan wordt het gewoon heel mooi en je kan hem zo strak maken als je zelf wil dan. Geen lipliner meer? Nee. Wat ik dus elke keer doe, ik trek een lijn. En dan doe ik hem niet helemaal. En dan trek ik hem weer terug naar binnen, zeg maar. En dan vul ik hem elke keer een klein stukje. Dus nu doe ik een heel klein beetje erbij. En dan kijk ik of hij goed is. Dan doe ik hem nog een klein stukje bij. Snap je? En zo vul ik hem op totdat ik niet meer verder kan. Dat het echt heel clownes wordt. Hij heeft de perfecte lippen bij me gemaakt. Dit is echt... Mijn lippen zijn nog nooit zo mooi opgemaakt. Strak toch? Wacht, dit moment wil ik vastleggen. Ja. Oh. Wauw. Dit is de basis voor de look van Dennis Dean. Maar in de show hebben we ook nog glitter gebruikt. Dus dat ga ik jullie ook nog even laten zien. Maar wil je dat nou niet, dan kan dit al een hele goede look zijn voor overdag. Gewoon droog aan? Ja, gewoon helemaal niks. Dat plakt dan door die color tattoo. Ja, precies. Met dit zorg je ervoor dat het even lekker in elkaar door geblend is. Je drukt het erin of zo? Ja. Wauw. Super vet. Nou, dankjewel Clayton. Alsjeblieft, veel plezier ermee. Goed. Wat ik gebruik sowieso zijn de concealer, de foundation en de poeder van Fit Me. Ik gebruik Vivid Plum in een kwart, dat zijn de hoogschaduws. Infinite White van Color Tattoo. De lipste kleur is Always Plum. One by one natuurlijk, om mooi gedefinieerde wimpers te krijgen. En uiteraard de gel eyeliner.